Emily, we staan hier droog. Het is echt net gaan regenen. Jij bof maar. Nou, ik heb echt het gevoel met het WK en de Pavo. Ik rij elke keer in de regen. Dus nu voor mijn gevoel reed ik weer in de regen. Maar oké, nu gaat het wel nog harder. Dus het had nog erger kunnen zijn. Hoe vond je je proef gaan? Nee, ik ben heel tevreden. Het is altijd nog iets spannender om een kampioenschap te rijden. Dat is gewoon. Dus je legt jezelf iets meer druk op. En dat voelde ik wel een beetje aan mezelf. Dat ik echt zoiets had van oké, het moet goed gaan. Maar, hartslag iets hoger? Ja, hartslag ietsje hoger hoor. Ja, maar nee, het ging goed. Ik had er zijn altijd dingen die je iets beter had willen doen. Maar zo waren er ook dingen waarvan ik hoopte dat ze zo zouden gaan. Dus nee, ik ben heel tevreden. Een jaar geleden stonden we in Amerika. Ja. Was met een ander paard. Waarom toch dit paard dan? Ja, het was best wel lastig. Ik heb natuurlijk gewoon op dit moment echt een beetje een luxe positie met twee zulke hengsten. Desperado leek echt zo'n beetje als een raket omhoog te schieten. En met Apache heb ik natuurlijk try-in gereden vorig jaar, wereldbekerfinale gereden. En ik wilde ook gewoon heel graag met Desperado zo'n kampioenschap rijden. En de bondscoach wilde ook wel graag dat ik met Desperado zou gaan. Oké, de Apache was mijn reservepaard, dus mocht er iets gebeuren, dan was hij alsnog meegegaan. Maar het was de tijd voor Desperado, ja. En dan rij je hier in Rotterdam binnen met al die mensen op de tribune op Desperado. Hoe voelt dat dan? Nou, ik vond het echt alleen maar heel erg leuk. Heel veel mensen vragen inderdaad, wat vind je nou van het EK in eigen land? Maar ja, ik vind het alleen maar heel positief. En je voelt ook op de een of andere manier, er zitten natuurlijk veel Nederlanders. Je voelt je wel comfortabel of zo. Wel gesteund. En ik vind het eigenlijk alleen maar heel leuk. En lekker dichtbij. Dat is ook mooi meegenomen. En nog belangrijk, je keek net al even stiekem op het scorebord. Het zit heel dicht bij elkaar, hè? Ja, het is echt heel spannend. Ik moet heel eerlijk zeggen, je denkt haast van hoe kan het? Maar deze jury heeft bijvoorbeeld mij toch al beduidend wat lager. Wat de Denen misschien net even een beetje nodig hebben. Dus dat geeft me toch iets een raar gevoel, laat ik het zo zeggen. Maar, je had hoger gehoopt. Nee, niet qua eindscore ben ik zeker tevreden mee. Maar de 73 van de Deense jury is misschien iets aan de lage kant. Maar moet Edward gewoon alles eruit halen. Maar dat zal hij ook zeker proberen. Stel nou dat het uiteindelijk helemaal goed komt en je net brons pakt, bijvoorbeeld met Nederland. Waar denk je dan dat het bij jou doorgekomen is, waar het toch net goed is gegaan? Nou, ik denk als we dat halen, dan zijn alle credits voor Edward, denk ik, op dit moment. Want we staan nu gewoon op de vierde plek. Niet zo bescheiden, hè? Nee, maar dat is dan niet de plek die we natuurlijk eigenlijk willen. Dus, ik kan niet zeggen. Oké, Anne hadden we misschien gehoopt dat hij ietsje hoger had gehaald, waardoor het voor ons iets makkelijker was om naar binnen te rijden. Nu kwam het natuurlijk wel een beetje echt op ons drieën aan. Maar is het je eerste keer je kampioenschap, dan ik weet hoe het voelt. Dat is echt niet makkelijk. En het is nu gewoon hopen dat Edward super goed rijdt. En dan, het zal gewoon mega, mega spannend worden tot het eind, want hij moet als laatste. We gaan duimen, dankjewel. Ja, dat is een goed idee.